Deze maand is de One Minute of Fame gewonnen door Kunstcentrum in Waalwijk. En we zijn vanavond op visite bij de musical class 16+. En we mogen een kijkje gaan nemen. Ik ben benieuwd wat het precies is. Ga je mee? Hey Joshua, vrijdagavond 16+ musical class. Wat is daar nou zo leuk aan? Nou, gewoon zowel dansen, zang en toneel. Ik ben zelf nogal van toneel, maar gewoon het dansen en zang, dat maakt het gewoon weer lekker gevarieerd. En ook dat wij zoveel verschillende leeftijden in onze groep hebben. We hebben bijvoorbeeld 16, maar we hebben ook 30, ergens ver in de 20. Ik vind het gewoon ontzettend leuk dat je hier dus en dans en theater en zang eigenlijk kan combineren. En dat zoek ik ook gewoon, omdat ik al die dingen wil ik mezelf in ontwikkelen. Ik ben echt een danstype, maar ook zang en theater vind ik heel erg leuk. En dat bieden ze hier allemaal samen aan, dus dat is voor mij alleen maar top. Ja, als docenten vinden wij het belangrijk dat de cursist centraal staat. En dat betekent eigenlijk dat we niet de eindproductie is het belangrijkste doel, maar hun ontwikkeling is het belangrijkste doel. Dat betekent ook dat tijdens de eindproductie ze een gelijk aandeel hebben. Ze allemaal zingen, dansen en acteren. En dat vinden we het allerbelangrijkst. En dat is ook wel belangrijk voor als ze in de toekomst nog meer willen met het vak. Ja, er zijn natuurlijk ook mogelijkheden genoeg waarop ze ergens achterin op het podium ook een keer kunnen meedraaien in een productie. Maar wij willen ze juist de kans gunnen om, om alle drie de vakken echt technisch te leren. Ik ben echt oprecht onder de indruk van de kwaliteit van zowel de docenten als de cursisten. Het was echt ontzettend leuk om te zien hoe ze bezig waren. Wil jij ook in aanmerking komen voor One Minute of Fame voor je bedrijf of whatever? Laat het in een originele reactie weten onder dit filmpje. En wie weet komen we dan bij jou op visite. The best, the best, the best.